Oh, dat is zo naar. Min 1 regenboog. Hoi allemaal, mijn naam is Sophie en leuk dat jullie weer kijken naar een video op mijn kanaal. Het is een tijdje geleden, maar ik ga vandaag weer boodschappen proberen. Yay! Misschien niet heel actueel meer als dit online komt, want ik loop nog een beetje voor. Op mijn kanaal ben ik volgens mij nog de komende maand hartstikke zwanger, terwijl de baby er al is. Ik ga weer een beetje meer gelijk lopen, maar ik neem dit dus wel ongeveer een maand op voordat het online komt, dus sorry daarvoor. Maar ja, ik heb weer een leuk assortimentje, laten we gewoon beginnen. En ik ga gelijk beginnen met een leuk pakketje wat ik heb gekregen. Ik kreeg van jullie heel veel DM's binnen of ik de nieuwe Lotus reep wou proberen. En toen zeiden ze, weet je, we sturen hem gewoon naar je op. Dus ik kreeg dit pakket binnen met alle smaken. Waaronder dus de nieuwste. Er staat op allemaal nieuw. Ze bestaan wel al een tijdje in de winkel. Maar de nieuwe is deze witte met crème. Als ik het goed zeg. Maar ze hebben hem dus met veel smaken. Maar ik ga alleen deze proberen voor de video. Dit is dus witte chocola met speculooscreme erin. En dit pakketje is dus al bezorgd de dag voordat ik ging bevallen. En ik dacht, nee, ik ga niet eraan zitten totdat ik kan filmen. Dat is how dedicated I am. Wow. Er is echt een fucking dikke laag speculoospasta in. Ik moet even nadenken wat ik vind van de verhouding speculoos. Maar je hebt natuurlijk ook de reep met de stukjes speculoos. En dat zal meer naar chocola smaken. Ik hoef hier bijna de chocola niet. Er zit zo'n dikke laag speculoospasta in. Maar ja, het smaakt naar speculoos. Oh, sorry. Ik spuugde op de microfoon. Doet hij het nog? Ja. Ja, het is wel lekker. Maar het smaakt gewoon naar precies wat je verwacht. Niks meer, niks minder. Maar dan wel een hele dikke laag speculoospasta. Ik ben echt een psychopaat, hè, dat ik het zo eet. Lekker hoor. Ik geef deze... Ik krijg hem er niet terug in. Ik geef deze 4 schuddebuikjes. What you see is what you get. Maar als ik hier een hele reep van zou opeten, zou ik zwaar misselijk zijn. Ik ga het geluk met jullie delen. Laat een comment achter. Dan stuur ik er weer eentje naar een van jullie op. Ik ben gewoon aardig. Dat hoef ik helemaal niet te doen, hè. Maar dat doe ik gewoon uit vriendelijkheid. Net met die paaseieren. Die heb ik ook opgestuurd. Ik krijg soms nog steeds DM's of ik die paaseieren nog heb liggen. Daar is niet. Laten we zeggen, een week nadat deze video online komt, kan je stoppen met mij DM'en. Maar ik geef jullie een week. Auw. Dus wie weet. Laten we verder gaan. Ik wil wat hartigs. Ik heb deze week niet veel hartigs. Behalve deze Lay's Oven Baked Cheese and Onion. De nieuwe Lay's Oven Baked smaak. Ik weet niet hoe het met jullie is, maar ik vind Oven Baked zoveel lekkerder dan gewoon. Vooral paprika naturel. En ze hebben nu dus cheese onion. En ik vind dat het ruikt naar cheese onion. Heftig. Het smaakt naar cheese onion, maar dan oven baked. Snap je wat ik bedoel? Je hebt zeg maar het idee. Deze lijkt meer smaak te hebben dan een normale cheese onion. Hij heeft echt veel smaak. En toch heb je het idee dat je daarna minder stinkt dan bij een normale. Snap je wat ik bedoel? Lekkere lunch. Ik geef deze 4 onion rings. Ja, dat is al de tweede 4 van de dag. Ik ben in een goede bui. Ik wil eigenlijk niet stoppen. Dat is mijn chips, hè? Dat je dan denkt, oh, ik wil eigenlijk niet stoppen. Oké, nog eentje. Nog eentje. Kijk, dat heb ik dus. Bij chips denk je, ik moet nu die hele zak eten. En bij deze denk ik, als ik nu deze hele reep opeet. Ja, snap je? Laten we verder gaan met wat zoets. Ik heb deze Skittles. Dessert Skittles. Nieuw. Deze heb ik niet uit de supermarkt. Deze heb ik van een soort Amerikaanse snoepwinkel. Want ik was op zoek naar deze en toen zag ik deze. Ik laat jullie straks meer weten. Dessert Skittles. Ze hebben strawberry ice cream. Aardbeienijs. Choco orange cake. Sinaasappel chocolade, dat vind ik zo'n misselijke combinatie. Net als die koekjes, weet je wel. Die chocoladekoekjes met sinaasappelvulling. Zijn jullie... Oh, laat in de comments weten of je die lust. Van die pims. Oh, dan ben je echt... Anyway, bosbessentaart, cherry cheesecake, lemon pie. Dus het zijn Skittles met de... Smaakt naar zeep. Ruikt naar zeep. Met de smaak van toetjes. Oké, die oranje is chocola, sinaasappel. Laat ik maar gewoon gelijk bij het dieptepunt starten. Vel. Vel. Oh, ik wil het uitspugen. Oh, dit is vel. Oh, ik heb doorgeslikt. Oh, kippenvel. Kippenvel op mijn hele huid. Ik voel gewoon zelfs kippenvel op mijn been. Misschien krijg ik nu wel een campagne met een scheermesje. Oh, dat was vel. Oké, ik ga iets verder met iets waarvan ik denk dat ik het wel lekker vind. Lemon pie. Ik ben helemaal... Oh, ik heb kippenvel op mijn schedel gewoon. Of luizen. Maar ik denk kippenvel. Oh, echt. Oh, dit is zo naar. Grimmig. Dit smaakt niet naar citroen. Oh, wat erg. Oh, ik voel me echt niet goed. Oh.
Ik durf de rest niet eens meer te eten. Oké, nog eentje. Een roze, een paars of een rode? Ach. O ja, alle drie. Vuil! Oh, dat is zo goor. Jeetje meid, dat overdreven. Sorry, maar echt. Wauw, min 1. Min 1 regenboog. Gay rights. Taste the rainbow. Dit is homofobic. Dit is echt homofobic. Dit is zo goor. Min 1. Oké, laten we verder gaan. Ik durf niet meer, want ik ben bang dat dit ook vies is. Laten we gaan voor de lion brownie. Mensen die mij volgen op Instagram hebben gezien dat ik voor mezelf een tray heb gekocht met 24 lionrepen. Dat is mijn beste aankoop geweest van de afgelopen maand. Iedere dag neem ik een lekkere lionreep. En iemand zei tegen mij, probeer de lion brownie. Dit bestaat niet in de winkel, maar ja, wat ligt zich wel nog wel in de winkel? Ik kon ook geen lions vinden in de winkel, daarom heb ik ze online besteld. Jumbo is helemaal leeg, Albert Heijn is helemaal leeg. Ruik naar lion gewoon. Lijkt echt op een poepie, hè? Dit is wederom een item waarvan ik denk, waarom is dit op de markt gebracht? Wie dacht dat dit baanbrekend was? Daar wil ik het over hebben. Op het begin denk je, dit smaakt naar een lion die over de datum is. Dan denk je, ew. En daarna op het einde smaakt het gewoon naar een lion. Dus het smaakt basically naar een lion die gewoon een productiefout heeft meegemaakt. Het ziet er ook uit als een lion, alleen het binnenste koekjesgedeelte is veel donkerder. Brownie. Het ziet er ook uit als een lion die over de datum is. Misschien waren dit gewoon lions die, waarbij de productie misging, dat ze dachten, daar maken we gewoon wat van. Nou, ik vind het niet baanbrekend. Ik heb echt zoiets van, waarom? Deze krijgt van mij, ja, 2. Kijk, ik zou het wel eten als er zeg maar niks anders was. Maar ik zou het niet vrijwillig nog een keer kopen. Maar nu heb ik zin in een gewone lion. Die zijn vet lekker. Dit is gewoon echt bedorven. Ik geef het 2 poesjes. Verdient geen leeuw. Gewoon een kat. Oké, en dan hebben we hier nieuw Cinnabon. Misschien ken je het wel. Er zit er één op Utrecht. Er zitten er heel veel in Amsterdam. Cinnamon rolls. Ik heb laatst een cornflake mukbang gedaan samen met Vera Camilla. Die kan je ook kijken op mijn kanaal. Ze hadden wij wel kaneel cornflakes, maar die zijn gewoon het net niet. En toen kreeg ik van iemand een appje dat ze nu deze hebben. Ik heb het nog niet geprobeerd. En ik heb ook een doos gegeven aan Jessie en Vera. En die hebben er waarschijnlijk al eerder content mee geüpload dan ik. Dus ik heb ook nog, ja, I love doing charity work. Ik geef gewoon gratis content weg. Deze heb ik dus online besteld bij Kelly's Expat Shop, zo'n Amerikaanse winkel. En daar vond ik toen ook deze 2, mocht je het je afvragen. Am I boring you? Hij zit gewoon te gapen hier. Zo. Wow. Het ruikt wel echt naar Cinnabon. Oh, ik baal zo dat ik geen melk lust. Want dit is sowieso veel lekkerder met melk dan met yoghurt. Maar ik eet mijn cornflakes altijd met yoghurt, sorry. Het ziet er wel niet mooi uit. Het is wel een catfish. Eerlijk is eerlijk. Maar het ruikt vet lekker. Ik zou willen dat jullie dit konden ruiken. Maar het ruikt gewoon naar Cinnabon. Zo. Smak je dat? Ik kuste. Wauw. Zwaar te genieten. Wil je proeven? Is echt lekker. Hier had ik op gehoopt, maar dit had ik nooit verwacht. Dit had ik nooit durven dromen. Het is echt heel lekker, hè? Zo, dit is bizar. Ja, ik denk dat dit met yoghurt ook vet lekker is. Maar ik hoef het niet eens proberen. Ik zou dit gewoon de hele avond zo. Oh, mijn melk. Even melk. Met mijn cornflakes. Met mijn borstvoeding. Wauw. Lekker. Maar dit is echt. Dit had ik gehoopt, maar dit had ik nooit durven dromen. Ik moet gewoon een beetje van janken. Dat ik met Vera nog zo'n discussie had over waarom er geen lekkere kaneel cornflakes bestaan. Terwijl het is zo'n magisch iets. En toen kwam dit in mijn leven. Wauw. Kellogg's outdid themselves. Nee, dit vind ik echt. Dit is prachtig. Dit is het mooiste wat er is. Dit krijgt van mij een 6. 6 Vera Camilla's. Wauw, ik ben echt helemaal flabbergasted gewoon. En ik moet er nog 1. Nou, ik ben helemaal... Oh, kijk, ik heb mezelf helemaal ondergekweld. Godverdamme. Ik ben helemaal in de 7e hemel. Goed, de laatste is deze Code Doorreep. Jullie kennen hem vast allemaal wel, de bonbonblok. Maar deze is vanille en crispy cacao. Nou, dit ziet er goor uit. Dat ik zoiets heb van... Kan gewoon bijna niet lekker zijn. Ik hou echt van Code Door. Ik vind dat echt de lekkerste chocola bijna. Maar deze smaak denk ik ook. Dit is denk ik een gevalletje van waarom... Maken jullie dit? Maar ja, wie weet, misschien. Nou, here goes nothing. Wacht even hoor. Oh, gross! Give me a break! Buggers! Ordinair. Echt ordinair. Sorry. Hoor je dat? Die stukjes, die cacao zijn dus van die cacao nips, denk ik. Ja.
Vanillevulling en gekarameliseerde cacao-nips. Dat is gewoon niet lekker. Waarom zou je dit doen? Waarom zou je dit jezelf aandoen? Dus net als de Côte d'Or caramel. Dan denk je, oh, beste ooit. Dat dacht ik hier niet, maar het is gewoon geen winnaar. Terwijl de Côte d'Or bonbonblok praliné en hun melkchocolade, dat is gewoon magisch. Hier proef ik ook, de buitenkant is echt fantastisch. Maar die binnenkant, dat vanille merk je nog niet eens zo erg. Maar die gore stukjes erin, ik kan niet stoppen. Geen fan. Ook niet per se een hele grote hater, maar... Had gewoon niet gehoeven, jongens. Kom op. Sommige dingen hoeven gewoon niet. Geef het anderhalve goudkust. Snap je hem? Côte d'Or. Dat betekent toch goudkust? Of zeg ik nou iets heel doms? Nou, dat waren weer de boodschappen van deze week. Nogmaals, laat een leuke comment achter. Dan stuur ik wellicht deze nieuwe lotusreep naar je op. Dit is de winnaar van de dag. En ik hoop dat ik jullie weer zie bij de volgende. Bedankt voor het kijken. Ordinair.